Maar in dit geval moet je er gewoon overheen gaan. Nee! Ja, 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 ja! Wat? Kijk dan, ik word gered! Door het water hier! Hey kijkers, Michael Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Lucky Block. Vandaag spelen we een race in de Mario thema. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met Giel, Lars en met Evo. Yo. Hallo. Hey. We gaan gewoon doen wie het eerst achteraan is, wie het eerst de Prinses Peach heeft gered. Jezus, je moet rennen over de baan, dus excuses daarvoor. Die heeft gewonnen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Yes. Je kan trouwens, mocht je iets Lucky Blocks denken over het hoofd zien, je kan bij de buren spieken waar echte blokjes staan. Ja. Dus dat is de bedoeling. Oké. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ik 12. 3, 2, 1. Oh. Oeh, ik wist dat iemand dat zou doen. Ik keek expres naar Giel en Lars, maar meestal zijn die ook wel snel. Go! Ja. Oh ja, shit. Ik begon ook later, want ik heb met jullie allemaal meegekeken. Want mijn geluid is in één keer super zacht. En... Wow, mijn geluid is echt super hard. Ik hoor echt overal vuurwerk. Ja, dat was ik vuurwerk. Oeh, ik heb armor. Shit. Hallo? Hoi. Hoi. Oh, nice. Oh, lekker. Nu toe heb ik echt alleen maar geluk gewoon. Ik heb een Lucky Potion, hoe vind je die? Oh. Dat is chill. Oh. Kom hier. Nee, oké, dit is weer pech. Oké, als het goed is, kill dit Sturm, zat ik al staan. Haha, doei. Oh my god. Ik ben nog dood. Ik kan net als Mario. Ah, ik kom niet bij die monster. Ik wel. Bij die monster? Ja. Oh, die monster. Bij dat monster, ja. Dat monster, ja. Dat monster. Ben ik al. Nee, kom er niet iemand. Oh, waarom heb ik die pop überhaupt daar neergezet? Waarom zijn jullie allemaal naar onder gegaan? Dat is toch stop. Oeh. Hoezo? Je kan beter naar boven gaan, toch? Eerst boven en dan van boven naar beneden. Want stel je voor dat je boven iets sloopt. Uh-oh. En je moet naar beneden, dan kan je het veel sneller slopen. Snap dat je? Dat klopt. Ja, maar... Ik zie geen Stel je voor dat je een Lucky Block hebt die iets sloopt, een gat in de grond maakt of zo. Dan kan je automatisch, kan je al naar... wordt het eronder ook uit weggehaald. Ja, dat klopt. Maar... Maar als je goede blokjes krijgt, dan loop je die wel mis. Ja, dan loop je die mis. Ja, maar ja, het gaat niet om wat voor mooie Lucky Blokjes je hebt, Giel. Het gaat erom hoe snel je je Lucky Blokjes sloopt. Ja, daar heb je gelijk in. Dus maar. Ja, en het aantal keer dat je dood bent, dat is dan weer 5 seconden extra vertraging. Ja. Woe! Kijk, hoppa. Is er iemand dood? Oh, ben ik de enige die dood is gegaan? Ja, ik blijkbaar. Ga nu ook. Oh, nee, nou, niet lang. Want hier staat zo'n vliegende paardenman. Oh, ik ben wel blij dat slimes hier heel snel dood gaan. Ja, die vliegen er gewoon af. Wie zet er nou weer Lucky Blocks op die vis? Dat heb ik niet gedaan. Ik heb ook geen Lucky Blocks op de vis gezet. Klopt dat. Wie zet er nou Lucky Block? Chips, ik ben dood. Oké. Zeg alsjeblieft dat ik eet. Ik ben al 15 seconden kwijt, moet je nagaan. Oh, echt nog 0. 15, ja. 15 seconden. Kun je echt goed voorlezen? Jij bent zeker de grappen maken van je voetbalclub, of niet? Dan nou voetbalclub. Ja, omdat Giel altijd op de voetbalclub is. Giel is altijd op de voetbalclub. Giel doet niet aan bingo, Giel doet aan voetballen. Ja. Ik ben grappen maken van de voetbalclub. En hoe gaat jullie Mario... Avontuur. Heel erg goed tot nu toe. Goed. Ik heb nog geen deaths. De kogel of wat het is. Ik vind het stom. Als je sneller die spullen uit je inventory wilt halen, dan lijkt het alsof je iets wilt. Oh, de killer buddy! Oh! Terp. Oh, ontploffing. Oh, ik ga echt goed, jongens. Goed zo. Ik ook. Ik hoop het ook, maar... Oh, dit alleen is hopen. Of geluk of ongeluk. Oh, geluk met een beetje ongeluk. Ik krijg alleen maar stomme eitjes. Oh, hallo blokjes. Kom, snel. Ja, ik wil opschieten. Auw. Nee, nog zo'n vliegend paardenmens. Oh ja, dat is vervelend. Oh, hoe ga en ik lava. Dit oplossen? Ja. Dan gaan we maar zo doen. Ik het schat. Ja. Oké, mooi. Oh, dat is mooi. Nee. Ik heb een lucky sword. Nice, Giel. Goed bezig. Wie zal naar boven trouwens? Ik. Oh, jij bent al daarboven dus. Ja, bij die dingen. Maar die werden al die vines zijn opgeblazen door TNT, dus ik moet nou allemaal blokken plaatsen. Ik hoop dat ik alles heb. Dus ik nu ook. Is het wel lastiger kijken of je alles wel hebt. Oh, nee. Niet. Ja, als je nu die anvil krijgt, dan kan je er gewoon uitspringen. Oh ja.
Oh ja. Oh, ik had straks twee keer met lava. Ik had toevallig blokjes bij me, maar eigenlijk had ik er gewoon uit moeten springen. Oh, ja, ik sprong er net uit en het werkt ook nog. Goeie tip. Nice, bedankt voor de tip. Graag gedaan. Ja, zo aardig ben ik nou ook wel weer. Oh, ik had ook gewoon niks moeten zeggen eigenlijk. Oh. Wat? Oh. Niks? Ja, ik ben gewoon weer zo'n teamplayer. Ik geef jullie gewoon alle gekke hints en tips en tricks. Terwijl je niet in een team moet spelen nu. Ja, precies. Moet je naam doen. Shit. Ik geef iedereen gewoon die tippies. Ik loop echt ver achter. En echt het goede tip. Maar je hebt wel dat mensen dat. Oh ja, nee, dat is waar. Oh, XP. Wie heeft de minste deaths? Eva? Ja. Goed bezig, schat. Dat vind ik ook. Eva vindt ook dat ze vaak regenen. Het regent, zonnestralen. Oh. Giel moet even rustig ademhalen. Oh. Wie zit hier allemaal splash? Oh! Lol, waarom gooi je dat ding allemaal splash potions? Ja, dus er moet een soort monstertje voor staan. GG. Dat is een vuurbal. Ja. Wow. Lekker monsters. Mag je dat ding ook uitschakelen? Ja, tuurlijk. Je mag alles doen. Ja, maar er zit een command block in, zeker? Ja, dat klopt. Dus daar moet je even mee oppassen. Maar die gaat geen gekke... Oh nee, die kun je trouwens niet kapot maken, nee. Ah, Lars is echt een grappen maken van de bingo club. Als je een monstertje tegenkomt, dan kan je toch ook nog maar alle monsters killen? Ja, alleen als je er bovenop springt. Maar in dit geval moet je er gewoon overheen gaan. Nee! Ja! Wat? Kijk dan, ik word gered! Door het water hier! Kijk dan! Koek, jongen! Hier, ik word gewoon gered door het water. Ik zie geen drol. Wat lief. Dat is wel aardig inderdaad, van het water. Ja. Oh! Raden wat Vincent heeft! Nou? Het begint met een L en eindigt op Ukibo. Oh nee. Oh, Ukibo. Maar hij heeft nog geen... Het begint met een A en eindigt op Roos. Ja, die heeft hij dus wel. Want hij heeft een, begint met een L en eindigt op Ukki Villager. Het maar je hebt geen D dan. En het eindigt op Iamanten. En hij heeft een begint met een D en eindigt op Iamanten. Oh, ik heb een L en eindigt. Dus dat houdt in, fuck your lives. Sorry. I'm dead. Ik zat vast in een obsidian-kist. It's a hard knock life for you. Allemaal jou, dikke koeken. Ja, ik vind wel fijn dat we zo kunnen springen. Ja, hè? Ja, die springjump boost is... is wel grappig. Is zeer prettig. Is inderdaad fijn. We kunnen gewoon allemaal net zo hoog springen Nee. Waar zijn jullie? Ik ben in die ondergrond. Jullie zijn echt super stil. Ja, we zijn aan het focussen op een complot tegen jou, denk ik. Oh, tuurlijk. Aardig weer, man. Ik probeer... Hoe moet ik in die... Oh my god. Omdat je jump boost hebt, hè? En... Oh, wacht. Ja, je kan die TNT bomb. Ah, nee. Oh, ik bedoel die wishing wel. Weet je wel, die wish ding val. Ja. Omdat je jump hebt, kun je er niet in. Ik ben bijna bij het einde. Echt? Zo snel? Lars is minder dead. Dus Vincent nu eerst finished. Ik spring eraf, ik ben dood. Goed bezig. Ik ben al heet aan het rennen. Moet je niet afspringen, Vincent? Nee, dat is inderdaad zeer zeker zo. Ben ik ook al bij het einde dan? Ik denk het. Ja, volgens mij wel, ja. Maar de death timer telt ook. Ja. Hé, hey, wie heeft er een bow? Ik ga jullie zo vaak eraf schieten dat jullie allemaal 50 keer dood zijn gegaan. Koekoek, jongen. Dat is niet aardig. Van wie niet? Dan moet je me wel eerst inhalen. Ah. Shots fire. Want ik hoef geen lucky blocks meer. Dat weet je niet. Dat klopt. Ik weet het inderdaad niet. Maar ik ga toch finishen. Weet je dat zeker? Ja. Zit iemand nog een lucky blok op Lars zijn parcours? Oké. Ik weet niet of ik ben uitgezakeld of dat ik echt heb gewonnen. Oh my god. Heb je serieus nu al gewonnen? Ja. Ik weet niet of je gewonnen hebt hoor. Ik ook niet. Zal ik even gaan kijken? Kijk jij even of jij gewonnen hebt. Hoe win je bij die potions? Of hoe kom je daar doorheen? Gewoon daarnaast lopen. Gewoon lang. Ja, maar alsnog word ik gehit. Pokepals of... Oh shit, dit is niet handig. Ik dacht, zet er een blok voor. Nou Lars, heb je ze allemaal gehad? Ja, wat ik nu kan zien wel. Oeh. Mm. Daar zei even er een in die raket heeft verstopt of zo, maar... Nee. Ja, het zal er eentje net in zitten. Nee! Dan ben je de pineut. Dan zijn we allemaal straks de pineut. De geheime dinges zit erin. Ja, ik heb alles. Lekker. Oké, Lars is 1. Wie is 2? Wie wordt 3? Hoeveel seconden heeft Lars erbij? Ja, mensen. Oké, nou, Lars heeft officieel gewonnen. Nice, gefeliciteerd. Ja, Lars heeft al lang gewonnen. Want we zijn al lang meer dan zoveel seconden verder, Giel. Pannenkoek. Nee, dat snap ik. Maar het gaat me gewoon doen.
als hij nu 8 oh. deaths heeft of zo, dan komt er 40 seconden bij. Oh, tuurlijk. Ga lekker zo doen. Nee, dat is aardig veel. Oké, niet weer faal even. Dus een speechje, kameraad. Ja. Oh. Ja, oké. Okay, maar heb jij ook al? Oh, ja. Ja. Nee, inderdaad, ja. Ben je nog even... Ik check even nou, hoor. Nee. Ja, jij mag ook naar checken. Niet die gekke monster. Oh, ik had ook al lang 30.000 keer kunnen vinden. Oh, ik was ook al bijna bij het einde, inderdaad. Oh, ja, wat stom van mij. Maar er moest nog maar een paar blokjes zijn. Ik had allemaal lucky potions, unlucky potions. Ik dacht, ga gewoon nog niks gebruiken. Heb je al een invisible potion gedronken? Ja, kijk, en ik heb nog een lucky bow. Hier, wil je kijken? Hier, ik heb een lucky bow. Ik heb hier nog een lucky bow. Oh, ik heb hier een lucky sword. Deze dingen ik heb hier allemaal. Nog notch apples, unlucky potions, gouden appels. Ik heb, yeah, ik heb weer een lucky village. Wat gaat er om wie er als eerst bij peaches? Ja, hè? Ik niet, weet het. Ik ja, weet als we het. Allemaal onze eigen peach redden, dan vind ik dat we allemaal samen gewonnen hebben. Ja, oh, dat natuurlijk weer. Samen is smeden. Is het dan in een volgorde? Nee! Oh my god, had ik bijna mijn enderpuls en dan ga ik dood op dat moment, stomme bitch. Wil je nog een waterlift maken, Vincent? Nee, helemaal niet. Ik probeer gewoon rustig omhoog. Ah. Het is Mario, hè? Stomme. Schijt toch uit. Was zaten er ook explosief in, Mario? Ja, wie heeft dat bedacht? Ja, natuurlijk, die bommetjes zitten erin, toch? Ja, maar die ploft niet zomaar in je gezicht. Nou, ik heb gelukkig nog een lucky potion. Zal ik hem even nemen? Dat was ook mijn eigen laatste blok en net al ontploft, Vincent, weer. Oh. Ja, ik kreeg net een ik tempel. Ik zie de boel echt veel meer met kleurtjes of met licht nu. Maar Eva moet nog veel meer lucky blocks. Nee! Vincent. Ik ben toch klaar? Ik hoef helemaal geen lucky blocks meer. Ja, maar Eva... Ja, jij bent klaar. Maar Eva heeft 5 seconden extra om te finishen nadat jij hebt gefinished. En ze moet nog veel meer lucky blocks. Ja, en ik ben weer dood gegaan. Je hebt hem al. Dat is echt gewoon... De meest stressvolle team in Mario game. Wie bedenkt dat nou, dat ik daar eruit val? Waar ben je dan? Ja, ik viel er doorheen, ik wou springen, ik dacht, ik ben even lekker enthousiast. Oh. Sprong, je viel je dan altijd tussen, ja? Ah, oeh, ik viel nu aan de onderkant ergens weer geruit. Lekker bezig, Vincent. Je bent wel goed bezig, man. Nee, ik ben super goed bezig. Schrei uit, man. Je hebt toch gewoon een blok ervoor gezet voor die damage potion? Ja, dat zeg ik. Alleen ja, dat werd mijn eigen dood toen. Ja, bij mij is hij helemaal ontploft omdat ik TNT kreeg. Nee! Ben je al bijna bij de finish gehad? Oh, die nee. Echt, ik heb zo een lucky. Nee, wist er nog lang niet. Oh, easy peasy. Ik ben zo een lucky. Zo easy peasy. Easy peasy. Ga je weer zingen, schat? Dan, of neurien? Nee. Wow, ik vind het echt een hele mooie geïmproviseerde trap, Vincent. Ja, toch? Ja. Kijk op. In ieder geval praktischer dan mijn trap. Whee! Oh, ik heb nog nooit zoveel een lucky gehad. Heeft iemand trouwens die slimeblock launcher gebruikt? Ik. Ja, één keer. Ja. Nee, ik niet. Bij mij was die oplof. Oh, shit. Au. Nee. We hebben van de jungle parcours. Au. Oeh. Nee. Was er ook gewoon bij. Je moest gewoon eventjes stellen. Nee. Haal de 1000. Haal de 1000. Ja, 1000 punten. Ik heb toch Peach gered nu? Nee. In dat kasteeltje zit een pressure plate. Oh, oh god. Ik vind het wel dat hij me heeft gered. Ja, maar ik ook. Nee. Maar Eva heeft nog een kans. Maar Eva heeft nog een kans, inderdaad. Oeh, en Eva die... Nee. Ja, rest in peace, headphone users. Sorry. Is it too late now to say sorry? Oh, gewoon met een enderpearl, Eva. Gewoon wasted. Kan ze echt nog winnen? Ja. Kan, want je hebt 2 meer deaths en dat is 10 seconden. Ja, maar ze moet nog wel... Oh, en toen... Er zit een creeper achter, Eva. Explodeer. Oh, oh ja. Yes! Eva is dood. Ze is dood door de lightning van het blok en niet door de creeper, hè? Maar Eva, heb je enderpearls? Ja, die heeft ze net gebruikt voor de wishing well. Ja, weet ik. Maar die werkt op een of andere manier niet. Nee. Ja, dan mik je in een gat of zo. Nee, werkt gewoon niet. Dus je zet alles onder water. Blub. Moet je echt die 1000 punten halen? Nee, je mag ook het gewoon voorbij lopen, maar dat is leuker. Oh, wat is dit voor... Auw. Ja, loop maar gewoon naar binnen. Hoeveel AP had je nog? Nu nog 2,5 had je. Oh. Hey, Peach. Zo, wat een lekkere Peach.
Ah. Yay! Schat, je hebt nog 0 seconden. Zitten. Rest in peach. Snap je de woordgrapjes? Wow. Oh my god, dat lukt me niet meer. Rest in peach. Woe! Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Lucky Block. Vond je het leuk? Druk op duimpje omhoog. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe Lucky Block. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!